Het is soms bloedirritant of stom vervelend om als mens in quarantaine en afzondering te zitten, maar kunstwerken zitten soms ook in quarantaine. En oh ironie, in ons depot in het Frans Hals Museum zit sinds januari deze Antonie de Liedekerke in quarantaine. Ik vind het heel treurig voor Antonie, een werk van Verspronk. Hij mocht op reis, niet zo ver weg, naar Eindhoven. Toen hij terugkwam, werd hij meteen in isolatie geplaatst. Ik heb gezien quarantaine, niet openen en dat lijkt nu grappig. Maar de reden waarom we dat doen in een museum is als er een verdenking is van bijvoorbeeld houtworm of houtvraat die nog actief is, dan kan dat andere schilderijen besmetten. Dus dan moet het schilderij dat verdacht is of een soort dat symptomen heeft, moet worden geïsoleerd. Dat doen we in deze plastic tent. En dan kan worden gemonitord of de vermoedelijke houtvraat in dit geval nog actief is. Als dat niet zo is, mag Antonie weer uit de zak en op zaal. Maar het grote ironische hieraan is dat, ook al is Antonie symptoomvrij en in dit geval houtvraatvrij verklaard, hij zal nog heel lang geen mensen zien.